Gilbert van Genechten, 36 jaar. Werkt bij de dienst groenvoorziening van een grote stad. Ik zit heel geiren in de natuur. Ik vind dat heel aangenaam. Allee, de natuur, het is allemaal goed en wel, maar je moet hem proper houden eigenlijk. En ik ben zelf ook heel erg op mijn property gesteld. Het enige wat ik zo aan me zit is... Vroeger kost ik zo op mijn eigen werken, zo in mijn alleen. Maar nu moet ik in team werken, van hoger hand. En dat... Ja, dat is niks voor mij. Dat is... Gilbert woont nog bij zijn moeder. Bij haar voelt hij zich geliefd, geborgen en gelukkig. Ze zijn nooit zo bezig geweest met geld en zo. Dat zijn allemaal niks. En ons moe regelt toch alles. Dus. Yeah. En ook dat omzetten met die euro, dat makkelijk voor mij is. Een euro, moet niet weten. Gilbert staat voor een enorme uitdaging. Hij krijgt exact 1 maand de tijd om een moderne bankier te worden die commerciële flair moeiteloos koppelt aan een cliëntgerichte aanpak. Anders gezegd, hij moet helemaal veranderen. Allee, tot de volgende maand dan. Gilbert is nooit langer dan 1 dag van huis geweest. En deze grijze muis wordt onze blauwe merel. Dag 1 en de klok tikt. Gilbert stapt een voor hem totaal nieuwe wereld binnen. Hij zal er kennis maken met onder meer Frank en Wim. 2 professionele coaches die hem onder hun ervaren vleugels zullen nemen. Wel, Wim en ik zijn zeer blij om deze uitdaging aan te gaan. Ja. Om die persoon op te leiden tot bankier. Ja. Nee, we gaan er geen bankier van maken. Nee, we gaan er een goede bankier van maken. Maar een bankier die dus gevormd wordt volgens de Enjoy-methode. Voilà. Dus de E staat voor entrepreneurial. Dus ondernemend. De N staat voor nearby. Altijd bereikbaar voor die klant. Altijd er zijn. De J staat voor just. Just of eerlijkheid. Just. Altijd open Honesty. Vizier naar de klant toe. Godverdijk, maar wij al kwijt eigenlijk. Dat is niet langs deze. De O. Open mind. Het woord zichzelf. Open geest. Voilà. Godverdijk, jij hebt me zoveel doorgezet. En last but not least, de Y. Een beetje een moeilijke, maar young at heart. Jong van hart. Open je hart naar die klant ja, toe. Frank, ja. Naar die klant altijd toe. Naar die klant toe. Wat krijgen we in handen? Welk vlees krijgen we in de kuip? We ja, weten het niet. Het is spannend voor ons. Is het een beest? Ja. Ah, voilà. Voilà. Onze kandidatie. Als ik hem zag binnenkomen, dan... een ramp. Dat is rampzalig, dacht ik. En u komt van? Hé? Waar komt u vandaan? Van Merkhoven, hè. Van Merkhoven. Het pittoreske Merkhoven, ja. Kijkt u niet in de ogen. Het is nu misschien een raar voorbeeld. Heel plakkerige handen. Het is een bloempudding. Het is een bloempudding. Heb je er zin in? Gilbert. Ja. Ja. Dus... Nee, ik weet niet hoe we die enjoy... Ja, en toch, we moeten het beginnen, hè. Het is belangrijk, wanneer men tegen je praat, dat je dan toch oogcontact blijft houden, voilà. Ja. Je kijkt naar de klant. Zeg het eens. Klant is mijn boterham. Voilà. Klant is mijn boterham. Voilà. En nu zeg je het aan Frank. Dus ik ben de klant. Jij bent mijn boterham. Ik ben uw boterham. Voilà. Jij een goed gevoel, de klant een goed gevoel. Dat gaat wel wat speciaal. Is speciaal, ja. Je moet die klant embrasseren. Pak hem maar eens goed vast. Ah, Gilbert. Nu gaan we stappen. Nu gaan we recht. Groot worden. Als we zijn, gaan we rechtop. Lopen we door de gangen van de Dexia Bank. Ik ben Gilbert van Genechten.
van Dex, ja, bank. Voilà, dagboek. Ja, mijn eerste dag die zit er nou op, zeg. Dat is allemaal wel nogal raar en wat moeilijk. Ik weet niet of dat wel iets voor mij is. Hè. Maar ja, het merge van te naar. Nee, dat is niet goed. Dat is, vind ik wel. Zeg Gilbert, en nog een tip. Jij ontdooit de klant met een mopje. Ken je mopjes? Het zingt en stinkt, Helmut Protti. Voilà, dat ijs is gebroken. Dat lach, dat plezier, dat enjoyment. Dat is een mop. Daar waren eens twee boerensaucissen en die gingen naar het cinema. En zei dat wij van achter de kassa, zeg, boerensaucissen, zei hij wel 18 jaar. Nee, zeggen die boerensaucissen, maar kunnen ons wel bukken. Misschien toch beter. Ja, in toch blauwe beter in de buurt. Ik moet helemaal veranderen. Ik durf met de mensen om te gaan en ook mijn uiterlijk durven in veranderen. Misschien toch maar een baard dan laten afdoen. Maar ja, dat vind ik nou juist mannelijk. Wat moet meer enjoy moet het zijn. Alles is klaar voor de grote test. Gilbert zal zich moeten meten met twee medewerkers van de concurrerende banken. Zal hij de proef doorstaan? Is Gilbert de meest cliëntvriendelijke van de drie? Daar zal dit jonge gezin over oordelen. Want straks moeten zij de blauwe merel ontmaskeren. Ik ben benieuwd. Enjoy. En daarom, meneer, mevrouw, denk ik dat het hypothecair krediet met degressieve mensualiteiten voor jullie de ideale kredietformule is. Oei. Het trage inflatie van tegenwoordig, gecombineerd met de verwachte evolutie van de lange termijnrente, is een cap 5 voor jullie, naar mijn bescheiden mening, de beste oplossing. Contact met de klant. Helaas kan ik gezien. Nee, dat is het niet. Dat is een echte ouderwetse bank. Het zal niet gemakkelijk zijn voor Gilbert. Kijk, onze filosofie is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Bij ons, wij zeggen gewoon, what you see is what you get. Hè? 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4. Ja, dat is zeer vlot. Bij ons is het van niks in de handen, niks in de mouwen en zoveel mogelijk geld in uw pocket. Hij is vlot, maar ik geloof hem. Nee. Als klant. Het is te veel. Het is een bulldozer. Bedoel, en dan kan ik er ook nog, pas op, mijn baas gaat mij vermoorden als ik dat zeg, maar dan kan ik er ook nog een brandverzekering gratis en voor niks voor een jaar bovenop. Dat is een beetje met de voet tussen de deur. Hè? Dat, hij hamert. En dan breekt het moment van de waarheid aan. Het is aan ons. Fingers crossed, thumbs up. Thumbs up, hè. Jullie van mij. Gilbert van Genechten. Mevrouw. Van mij. Ah. Hij ziet er prachtig uit. Hè? Dat is de kleine Kevin, hè. Ja. Ja? Ja. Oei. Ik heb te lang gemist, zeker? Ja, hij is ontploft. Dat is een grappetje, hè. Een mopje. Goed. Humor. Ik heb begrepen dat jullie een huis willen kopen, natuurlijk. Allee, proficiat erbij, hè. Want... Ze lachen. Open mind. Hij is goed bezig. De bedoeling is natuurlijk dat we er samen zoiets van maken, hè. Iets op maat van het gezin, hè. Enjoy. En dat we natuurlijk ook misschien iets kunnen regelen, zodanig dat de fiscus jullie wat terugbetaalt, hè. Chapeau, Gilbert. Echt waar. Respect. Echt waar. Als ik jullie vertel dat er één valse bankbediende in het spel zat, wie zou dat dan zijn? Ik denk een tweede. Dat is één binnen. Nee, volgens mij is het nummer één. Ja? De manier waarop hij... die technische termen en zo. Nee, het is nummer één. Nee, dat was echt... misschien... Het is nummer één? Het was eigenlijk nummer 3, Gilbert van Genechten. Yes! Het is gelukt! Goh! Gilbert! Goh! De glazen! Gilbert. Zijn wel kerels, hè? Zijn kerels. Gilbert is hier niet alleen als een ander man uitgekomen. Door zich open te stellen voor verandering, heeft hij ook een stuk van zichzelf ontdekt dat hij niet kende. Gilbert is geslaagd in zijn moeilijke opdracht. Hij is Enjoy.
Good evening, ladies and gentlemen. I bid you a warm welcome to an evening of spiritual enlightenment. I was feeling his face one day, and I found that his skin was like braille. She could read braille off the spots on my forehead. I am the daughter of earth and water. It's quite remarkable. It just comes out of my consciousness, really. I'm reading a book. A whole book. My son! Yeah, they translate it in every language. Just like if I eat food in Chinese, the braille comes out in Chinese to the person in question. I'm glad that I can give people my talents. You've got the pictures here, the candles. We have sold about 250,000 of these plates. This is a wee mask they use. Was that there? Yes, I've got this. Yes, I've definitely got that. Frank. Het is Frank. Ik ben hem. Ik vind het wel heel raar dat ze eigenlijk alleen van de tv dan bij mij uitkomen eigenlijk, maar ze zeggen dat het een hele uitdaging is, dus dan gaan we dat maar... En wat voor toespraak moet ik aan die schoen? Ze zeggen dat dat een hele uitdaging is, dus dan... Wat voor toespraak moet ik aan die Ze zeggen dat het een hele uitdaging is dan. En over toespraak moet je eigenlijk. En wat voor toespraak moet je eigenlijk op je bodem hebben? Ik hoor al lachen. Dat moet je niet doen. Ik hoor eens. En wat voor toespraak moet je eigenlijk. Zo, en proberen het beeld te blijven. Lange termijn rekening. Ga maar op. Oké. Hypotheeklening. Lange termijn rekening. Oké, sorry. Hallo, we hebben hem. Doe dat toch niet. Oh, ze bieden ze met een schminkje aan de kloot. Oh. Ik ben direct nat. En als ik moet lachen, ben ik direct nat. Godverdomme. Gebruik het woord. Ja, we zijn er bij. Maar hij komt niet. Met een baardje. Ja. Dat die ontroering die al komt, hè. Is uit zijn broek. Zie ik dat goed? Godverdomme. Dat is meer iets voor de Fortisbank. Het is natuurlijk zo dat we allemaal willen dat
dat de fiscus misschien een deel van wat terugbetaalt of zo. Dat zou toch willen, hè? Nee? Allee. Goed. Moet even gaan schijten, gelijk naar een eigen huis. Je moet nog maar even uit. Oh, man. Enjoy. Godverdomme. Kom, het is voor Dexia. Ja, wat moeten die mensen denken van ons? Godverdomme. Oh, nee, jongen.